Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. De vorige keer ben ik bezig geweest met deze Lilliput 6400. En toen kwam ik tot de conclusie dat het met twee motoren lastig zou zijn om te digitaliseren. Maar dat een van de lampen kapot was, dat er weinig ruimte was. Daar kwam ik in ieder geval later achter. Daarna ben ik gaan kijken wat ik ermee kan doen. Kan ik de lampen vervangen of wat is er mogelijk? Om te beginnen heb ik een meting gedaan om te kijken wat het maximum vermogen van de motoren is. De manier waarop je dat kunt meten is om ervoor te zorgen dat ze allebei eigenlijk stilstaan, kortsluiting maken en dan het amperage te meten. Bij deze locomotief komt dat uit op 1,1 ampère. Mijn goedkope leesdecoders, die ik hier eentje heb liggen, kan 1,0 ampère aan, maar met een piekspanning van 2,0. Dus op het moment dat deze in een toestand komt dat die volledig de motoren blokkeren, dan zal de decoder, als het goed is, dat lang genoeg aankunnen om de beveiliging erop te laten schieten. Dus dat geeft hoop. Verder ben ik gaan uitzoeken wat het nu het beste moet je deze motoren in serie aansluiten of parallel. Ofwel moet de stroom eerst door de ene motor en dan door de andere motor. En dan terug de decoder in of moet de stroom tegelijkertijd naar beide motoren. Daar was het internet niet helemaal overduidelijk. Het voordeel van parallel is in ieder geval dat je nog de weerstand van de motoren kunt lezen. En zo een beetje kunt bijsturen wat deze decoders dus doen met, als ik me niet vergis, EMF. Het voordeel van in serie schakelen is dat de maximale belasting, het aantal amperages op jouw decoder, lager is. Maar omdat dit net binnen de grenzen zit, denk ik, durf ik het wel aan om ze in parallel te doen. Nou, de volgende uitzoekwerk was, is dat een printplaat zit hierop. Hoe moeilijk zou het zijn om hier een decoder op te zetten? Er zit hier een rij pinnetjes, 7 stuks. En er zaten een heleboel componenten op. En natuurlijk de lampjes. Nou, de componenten zijn 2 stuks ruisonderdrukker. Om ervoor te zorgen dat de ruis van de motoren niet over de baan heen gaat verspreiden. En daarom een grote antenne wordt. En 2, ik denk weerstanden, misschien diodes. Ik heb ze geprobeerd door te meten. Ik kom er niet helemaal uit wat het nu precies zijn. Toen ik die eraf had gehaald, bleek de printplaat heel erg eenvoudig te zijn. En eigenlijk elk spoor wat hier op de plaat zit, leidt naar ofwel de gemeenschappelijke pol voor de lampjes, of naar de motoren, of naar de assen. Op 1... klein stukje na, en die zal ik even moeten zoeken, die zit hier. Deze zorgt ervoor dat de stroom van het spoor op de gezamenlijke pol komt te staan voor de lampen aan beide kanten. Die heb ik doorgesneden, waardoor dat nu elk van de aansluitingen, en zo komt hij er dadelijk op te zitten, elk van de aansluitingen leidt nu naar een stuk functionaliteit. Dus we hebben track pickup voor de andere kant, motoren plus en min pol en 3 verbindingen in het midden. Eentje, deze is de gemeenschappelijke, nee dat is niet die, nou maakt niet zoveel uit, is de gemeenschappelijke pluspol. En de andere is voor de voorkant of voor de achterkant, of eigenlijk voor deze lampen of voor deze lampen. In de locomotief zitten lichtgeleiders, waarbij de lichtgeleider voor de witte lampen aan deze kant zit. En voor de witte en rode lampen zit aan deze kant. Dus voorkant wit, achterkant rood, dan zet je hier licht op. Voorkant rood, achterkant wit, zet je op deze stroom. Dat komt dus overeen met de lichtgeleiders, de stroomdraden of de banen zoals ze hierop zitten. En dan wordt het digitaliseren heel makkelijk. Op 1 probleempje na.
Even kijken of deze er nog uit wil. Deze zit goed op zijn plek. Nee, die zit echt goed op zijn plek. Er zit normaal gesproken een mooi stuk metaal in voor een extra gewicht. 45 gram om precies te zijn. Die zit in dit vlak hier. Op het moment dat die op zijn plek zit, zit de printplaat er zo tegenaan. Misschien een heel klein beetje meer ruimte, maar dat is het. Aan de bovenkant zit de printplaat tegen de binnenkant van de behuizing van de kap aan. Er zit hier een heel klein beetje extra ruimte, maar dat is te weinig voor zelfs deze hele smalle decoder. Dat is nog net te dik. Dus deze is zelfs ongeveer twee keer zo dik als de ruimte die erover is. Dus wat heb ik gedaan? Meestal haal ik lood uit de treinen, maar hier heb ik lood in de trein gestopt. Hier zit in precies 45, zeg ik goed? Nee, 54 gram lood op elkaar gestapeld en nog een stukje aan de zijkant, zodat het ook goed vast zit, zodat het niet rammelt. Hij is nu precies even zwaar als eerst, mooi in evenwicht. En dat zou dus voor de karakteristieken van die trein niet uit moeten maken. Behalve dan dat dit iets minder goed voor het milieu is. En dit originele stuk, dat ga ik gewoon in de doos bewaren. Samen met waarschijnlijk de twee originele lampen die het nog wel doen. Kijk, zijn deze twee. En natuurlijk alle andere onderdelen die ik er ook uit heb gehaald. De kapotte lampen liggen er ook nog bij. En deze twee. Het is hier echt een rommel op mijn werkbank. Nou, vanwege de beperkte ruimte die ik heb, ben ik gaan kijken hoe kan ik dit aansluiten. Als ik rode led gebruik samen met een witte led, dan merk je dat de witte led meer weerstand heeft dan de rode led, dus alleen maar de rode led gaat branden. Dus moet ik per led een weerstand erop zetten. Nou moet ik dan hier een led op gaan monteren. Even kijken of ik hem goed heb. Hier moet ik dan een led op monteren plus een weerstand. En dat moet allemaal, zo is het goeie, dat moet allemaal in de kleine ruimte tussen de bovenkant en de onder en dit gaatje hier waar het licht uitkomt. Nou, dat is een heel gepriel. Iets waar ik eigenlijk niet aan wilde beginnen. Dus toen ben ik gaan kijken, als ik het alleen met witte leds doe. En ik heb leds met fosfor erin. En leds met fosfor zijn eigenlijk heel paarse violette leds. Die de fosfor triggeren en daar komt een warm wit licht uit. Warm genoeg. Er zit genoeg rood in om door die lichtfilter heen te gaan die hierin zit voor de rode verlichting en daarmee een rode lamp te tonen. Dus ik kan in principe gewoon witte leds gebruiken. Tenminste deze witte leds. Toen was er nog één probleem. Hoe krijg ik deze erin? Daar moet ik nog mee experimenteren. Ik heb er hier eentje de kop van afgeknipt. Ik kijk of ik hem in focus kan krijgen. Misschien zo boven mijn nagel. Ik moet eigenlijk iets zwarts hebben of zou dit niet werken. Hier heb ik de kop van afgeknipt, zodat hij hierin past. Normaal gesproken zien ze er zo uit. Dit is ook bijna niet te zien. Hier nog een motorschild, misschien dat dat wel werkt. Normaal zit er dus zo'n kop op. En die kun je niet onder een bocht buigen dat die hier nog in past. Maar misschien dat die wel genoeg licht heeft vanuit alle zijkanten. Dus dat alleen maar het erin hangen genoeg is om die lichtgeleiders licht te laten geven. Nou, dit was eigenlijk al het voorafgaande denkwerk. Want ik heb nu natuurlijk nog steeds niets gemaakt. Ik ga dadelijk op de pluspol, de gedeelde pluspol voor mijn lampen, een weerstand monteren. En die weerstand komt vast aan mijn decoder op de blauwe draad. En daarom moeten de andere draden ook allemaal hierop gesoldeerd worden, zodat deze
ongeveer hier kan zitten en op het lood kan liggen. En dan komt dat er ongeveer zo uit te zien. En daarna kan ik gaan experimenteren met mijn lampen. Ik heb hier even een kleine opstelling. Zo. Zo, misschien is op de achtergrond de kerkklokken te horen. Het is dat op het moment dat ik het opneem bevrijdingsdag, dus er wordt vrij veel klokkengeluid vandaag. Kan ik er hier nog een bijzetten? Vast wel. Zo. Nou. Deze staat naar boven gericht. Deze staat naar de zijkant gericht. Op camera is dit heel moeilijk te zien. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat komen. Als ik ze in die trein stop. En ik denk dat dat een stuk experimenteren wordt. Misschien is het wel het handigste als ik even een led hierop monteer en wat losse kabels, zodat ik met dit bordje kan kijken hoe het er allemaal uit komt te zien. Dit ga ik even off-camera doen. Zodra het af is, ben ik weer terug. Oké, ik heb met wat knip- en plakwerk, zullen we zeggen, er een lamp in gemonteerd. Zo, dit is de lamp zoals ik het oorspronkelijk in gedachten had. Met gebogen led, afgeknipte kop. En als ik hem er gewoon in doe, dan moet ik deze even pakken. Zo. Is hij bijna niet te zien. Veel minder fel. Dus ik zal ze uiteindelijk moeten maken zoals ik deze hier heb. Ik heb uiteindelijk redelijk wat verbogen. Waar zit mijn lens? Hier zo. Het is nu een soort van zwanenvorm. Versus me gewoon zo recht inzetten. Op. Dat werkt niet zo goed. Ik maak me nog wel een beetje zorgen omdat hij hier tegen het metaal aan zou kunnen gaan zitten. En ik denk dat ik dat ook wil isoleren. Dat zal dan met een stukje tape moeten. Maar in principe is dit wel een optie. Dus ik ga één lamp vastzetten. Ik ga hem erin solderen. En kijken of ik hem kan isoleren met tape en hoe dat uiteindelijk er allemaal uit komt te zien. Even zien, ga ik hem daarvoor terugbuigen? Ik denk het niet. Mijn werkbank is echt een rommel van het geëxperimenteer. Dat zal een best storende video geven, denk ik. Helaas, helaas, helaas. Soldeertin. Hier heb je nog wat. Dat is 1. Dat is 2. Zo. Diep. Waar komt deze in? Deze komt in. Papier is niet het beste isolatiemateriaal, dat weet ik. Maar ik zit met zo'n beperkte ruimte dat ik niet ruimte op wil offeren. Niet, oh, ik moet echt iets anders bedenken. Ik wil eigenlijk geen ruimte opofferen voor isolatie, omdat ik zo met al zo weinig ruimte zit. Misschien heb ik nog dun
Plastic. Kom. Het blijft beter aan mijn vinger plakken dan in de daarvoor bestemde opening. Zo. Een heel klein stukje plastic wat ik daar nu in heb gedaan. En ah, dat is jammer. Ik had gehoopt dat ik een scherpe schaar had gepakt. Plakband, het scheurt dus altijd overal, te pas en te onpas, behalve als het moet. Zo, ook opgelost. Voorlopig sla ik het wel even gewoon zo erom. En zo, zo. Het is een beetje krap, maar ja, kan ik deze nu er nog op zetten? Zo. Perfect. Niks meer aan doen. Nu nog vier. Ik ga ze even alle vier afmaken. En kijken of ik geen fouten heb gemaakt in mijn verwachtingen. Voordat ik ze alle vier vastmaak. Kijken of ik niet per ongeluk weer polen omgewisseld heb. Nameten. En daarna denk ik dat de decoder erin kan en dat ik kan gaan testen. Het kan zijn dat dat een deel 3 gaat worden, omdat deze al vrij lang aan het worden is. Ja, dit gaat een deel 3 worden. Bedankt voor het kijken en tot deel 3 van de 6400.